Neurofeedback is een behandeling waarbij er directe feedback ofwel terugkoppeling wordt gegeven op gewenste hersenactiviteit. Neurofeedback is geschikt voor iedereen met aandachts-, impulsiviteits-, concentratie- en slaapproblemen en kan vanaf 6 jaar worden toegepast. Het doel van deze behandeling is door het leren in- en uitschakelen van bepaalde netwerken in de hersenen die netwerken te versterken, waardoor bijbehorende klachten afnemen. Aandoeningen zoals ADHD, ADD en slaapproblemen kunnen op deze manier effectief worden behandeld zonder medicatie. Voorafgaande aan de behandeling vindt er een intake, een slaaponderzoek, het QEEG-onderzoek en een adviesgesprek plaats. Tijdens de intake worden de klachten van de cliënt in kaart gebracht. De cliënt krijgt zelf rapportagevragenlijsten mee die hij of zij thuis invult. Daarnaast krijgt de cliënt een slaaphorloge dat de fysieke activiteit, licht en slaap registreert. Deze factoren spelen vaak een belangrijke rol bij concentratieproblemen. Het kan zijn dat er indicaties gevonden worden die een andere behandeling dan een neurofeedbackbehandeling vereisen. In dat geval wordt er een doorverwijzing of andere behandeling overwogen. Het QEEG-onderzoek is een meting van de hersenactiviteit. Tijdens deze meting voert de cliënt een aantal testen uit. Uit de metingen komen gegevens van de cliënt die vergeleken kunnen worden met eerder afgenomen QEEG-onderzoeken van mensen van dezelfde leeftijdsgroep en geslacht. Zodra het QEEG-onderzoek afgerond is, worden de gegevens geanalyseerd en een onderzoeksrapport gegenereerd. Dit rapport wordt in het team besproken en geïnterpreteerd. Als het QEEG-rapport beschikbaar is, krijgt de cliënt en eventueel ouders een adviesgesprek waarin verschillende onderdelen van het rapport besproken worden. Dit wordt gedaan omdat de uitslag van het onderzoeksrapport en slaaponderzoek het protocol van de neurofeedbackbehandeling bepaalt. Tijdens de neurofeedbackbehandeling zit de cliënt voor een beeldscherm en krijgt een aantal elektrodes op het hoofd geplaatst. Deze elektrodes meten de hersenactiviteit. De cliënt ontvangt feedback over hoe dit gebeurt. Als de cliënt de gewenste hersenactiviteit genereert, wordt hij of zij beloond met een geluidje en visuele feedback. Door het visualiseren van de actuele hersenactiviteit wordt de cliënt getraind in het genereren van gewenst hersenactiviteit. Het in- en uitschakelen van een specifiek netwerk. Naarmate de sessies vorderen, vindt er een leerproces plaats, waardoor er geleidelijk een vermindering van ADHD-symptomen zal plaatsvinden. Gemiddeld genomen duurt een neurofeedbackbehandeling tussen de 10 en 25 minuten. De rest van de tijd wordt gebruikt voor gesprekstherapie. Om de 10 behandelsessies neemt de therapeut een vragenlijst af om te meten wat het effect is van een neurofeedbackbehandeling. Gemiddeld genomen neemt de therapeut na 10 tot 20 behandelsessies een verbetering in slaapritme, concentratie en of impulsiviteit waar. Daarbij wordt een blijvend, lange termijn effect bereikt. Gemiddeld zijn er 30 tot 40 sessies nodig om het gewenste resultaat te behalen. Klik op een van de behandelmethoden voor een herhaling van het filmpje.